Tweede wedstrijd in de groepsfase waarin deze twee teams het tegen elkaar gaan opnemen. Ja, de eerste wedstrijd hebben ze nu achter de rug en nu moeten ze verder. Dit is echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Geen idee wie hier als winnaar van het veld zal komen. Maar daar komen we vanzelf wel achter. We zijn begonnen. Diego Costa. Ze vechten om de bal. Daar komt de voorzet. Die voorzet belandt bij een verdediger. Snel teruggekaatst. Van Duinen. Die mocht hij echt niet doorlaten. Hazard, de afmaker. Mooie voorzet, oppassen geblazen, maar de achterhoede heeft het goed gezien. Als het allemaal naar verwachting verloopt, zal Chelsea niet veel moeite hebben met deze wedstrijd. Het is een inworp. Bal is over de lijn ingooi. Oor. Hendricks. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De voorzet zegt, makkelijk onderschept door de achterhoede. Bereikt die voorzet een medespeler? Hazard! Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal is gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Mooi breed gepaast. Hendricks. Laat maar, hij loopt buitenspel. Die liepen. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Fabregas. Ivanovic. Die bal gaat het strafschopgebied in. Krijgen we een doelpunt?
over de vleugel gepaast. En hij vindt zijn man. Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Van Duinen. Ja, en nu? Daar is hij dan. De keeper kan nooit bij die lage bal. Prima goal. Ja, kijk, deze spits die houdt het hoofd koel. Schitterend doelpunt. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. In dit saaie duel. Ja, en hopelijk breekt het de wedstrijd een beetje open. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Hendricks. Die tackle kwam precies op tijd. Goed verdedigd. Die komt er met de bal uit. Ja, en nu? Penalty! De scheidsrechter wijst naar de stip. De scheidsrechter vond gewoon dat hij over de schreef ging. Hij moest wel fluiten. Overtreding. Te veel geduwd en getrokken. Hij blijft goed lang naar die bal kijken. Hoekschop voor Chelsea. Doelpoging. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. We hebben weer afgetrapt voor de tweede helft. Ben benieuwd wat die ons te bieden heeft. Van Duinen. Wie pakt die bal op? Voor. En steeds is er weer iemand aanspeelbaar. Nee, mooi gedaan, maar te kort. Hazard. Prima tackle en zo gaat het al de hele wedstrijd. Deze speler bewijst echt zijn waarde. Gaat dit hem worden? Dan schiet hij. En doelpunt. Hij verliest de bal. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg.
Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van de schot vond. Kant gehaald. Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applaus in ontvangst te nemen. Ja, en nu wordt dit een doelpunt. Dat is een goal. En ook dat doelpunt kan niet worden voorkomen door de keeper. Hij pakt er weinig van vandaag. Nee, het is niet zijn dag. Hij zou blij zijn als de wedstrijd erop zit. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Van Ginkel. Deze speler kampt de laatste tijd met een enorm vormprobleem. Dat zal hij toch moeten doorbreken. Maar ja, hoe? Houdt die bal bezit? Chelsea. Hij doet het. Mist op een haar. Ojo. Van Duinen. Matic. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Eens kijken wat hij met de hoekschop gaat doen. Het bord gaat de lucht in. Wissel voor Chelsea. Nou, nu heeft hij de kans om een voorzet te geven. Ojo. Diego Costa. De wedstrijd zit erop. Het is 3-0 geworden. Het is gelukt hoor, de drie punten zijn binnen. Ja, en terecht ook. Ze waren niet favoriet vandaag, maar ze wonnen wel. Dames en heren, hier nemen we afscheid. Ik hoop u snel weer te mogen begroeten.